Nou, ik begin alvast met een kleine verontschuldiging. Ik was deze hele presentatie vergeten. Ik dacht dat die pas in juli ergens was. Dus ik heb nog ruim de tijd om het voor te bereiden. Ideeën genoeg. En ja, dat was ineens een half uurtje om nog even wat in elkaar te hacken qua tekst. Ja, mijn verhaal gaat eigenlijk een beetje over wat er momenteel gaande is in open source wereld. David versus Goliath. Open source database ontwikkelaars, Amazon en ja, hoe die interactie met elkaar is. Maar uiteindelijk ligt het nog veel breder en het is het hele verhaal met de supply chain die je toch al steeds meer in de gaten moet houden. Ja, kort over mezelf. Even kijken, dit ding even weg. Oeps. Ik ga al een tijdje mee in IT. Ik begrijp dat sommige van de presentatoren 23 zijn. Ik denk, nou hey, ja, voor mij zit ik ook 23 jaar in de IT. Nou, nee, 32 jaar. Ondertussen de leuke dingen wel gedaan. Boeken geschreven. Ook een Zebbix-integratie geschreven voor databases in tijden van Zebbix 2. En ze vond ik erg leuk om mee te spelen. Skydiving ook, maar ja, dat lukt niet meer tegenwoordig. Na mijn laatste landing. SE motorvliegen vond ik ook erg leuk, maar ja, daar gaat ook het nodige van de grond in. Volg de linkjes als je de presentatie krijgt, dan zie je wel wat voorbeeldjes van hoe het gaat. Daarnaast ben ik ook scout en op Twitter en Telegram ben ik te vinden als ja, ikzelf. Je moet de username ook maar zien te onthouden en deze lukt me om te onthouden. Nou, we vinden natuurlijk allemaal open source software hartstikke leuk. En ja, we beginnen vaak klein. Zo gaan we ook met Zebbix. We beginnen in eerste instantie met een default Zebbix installatie. En op een gegeven moment kom je erachter dat er dingen zijn die sneller kunnen, handiger kunnen door wat andere add-ons te gebruiken. Het zij in de applicatie, het zij in de database. Nou, wij zijn niet de enigen die open source software leuk vinden. Bedrijfjes zoals Amazon vinden dat ook hartstikke leuk. En die bouwen met open source hartstikke mooie oplossingen zoals RDS. Ja, ik ben een database figuur, dus ik zal wat eerder iets over een database weten te vertellen dan over andere stukken applicatie. Maar ja, wat ik erg jammer vind dat ook gebeurt, is dat bijvoorbeeld Amazon, in de vorm van hun Aurora-aanbieding, wat ooit een kloon was van Postgres, ja, dat ze er eigenlijk weinig teruggeven aan de community. En ja, dat is eigenlijk wel jammer. Ik bedoel, in de open source omgeving heb je honderden, misschien wel duizenden developers die meewerken aan een hartstikke mooi product. En dat wordt gewoon door Amazon ja, geleend, opgepakt. Die veranderen het een klein beetje, waardoor het ineens wat schaalbaarder wordt of voor hun wat makkelijker te deployen. En ja, dan zou het eigenlijk wel heel leuk zijn als het ook teruggedeeld wordt richting de community. En ja, nou ja, wat heel erg jammer is, wat ik heel erg jammer vind, is dat dat niet zo gebeurt. En ja, om die reden zien we in één keer hele andere dingen met licenseringen terugkomen in onze OSS-wereld. Zo weet ik van CockroachDB, die heeft sinds versie 20 een Common Business License geïntroduceerd. En die geeft de mogelijkheid om gewoon hun spulletjes te gebruiken zoals we vroeger ook konden gebruiken. Maar als jij toevallig van plan bent om iets als een database as a service uit te gaan brengen, dan is het nee, nou ben je, nou moet je een licentie gaan afnemen. Nou, zich. Dat voor te zeggen. Ik bedoel, er is hard gewerkt om een draai in te krijgen. En ook een ontwikkelaar die ziet graag brood op de plank. Hè, dus ja, dat zijn dingen die op zich wel te begrijpen zijn. Maar ze leveren ook wel op een andere manier problemen. Hè, zoals laatst bij Zebbix liep ik tegen een akkefietje aan met TimescaleDB. Zelf vind ik Zebbix op een Postgres database en dan TimescaleDB erop een hele mooie combinatie. Hè, die een hoop problemen weghaalt. Van oudsher is het een vrij bekend gegeven dat housekeeping behoorlijk wat
overheid geeft op een Zabbix database. Want ja, ieder uur, als ik het weer zo normaal laat staan, ieder uur worden oude data gepurged. En dat gaat in een delete statement. Dat gaat rij voor rij, of batch per batch. Maar in ieder geval in een delete statement. En in een database is een delete statement gewoon heel erg duur. Liever zou je partities droppen. Drop partition, dat is een metadata operatie, is in een paar seconden klaar. Maar hetzelfde delete statement die 400.000-500.000 rijen moet verwijderen. Maar ja, kan een beetje afhankelijk van je tuning, een beetje afhankelijk van je hardware. Dat kan maar zo een kwartier duren. En ik heb ook wel installaties gezien waarbij dat gewoon bijna een uur duurde. En dan kan je zeggen dat die database service grotendeels wel bezig is met delete operaties. Ja, best wel wrang eigenlijk. Die database die heeft al die data netjes opgeslagen. Zo, dat heb ik bewaard. Veilig heb ik dat voor jou op disk gezet. En wat wil je er nou mee doen? Weggooien. Nou, weggooien is een hele dure operatie in een relational database. Want te alle tijden zal die database proberen een consistent view van de data te hanteren. Waardoor die delete operatie in eerste instantie gewoon een kopieeroperatie is. Zodat na de delete je database niet kleiner is geworden. Nee, vaak zelfs groter is geworden. Nou, als je niet weet hoe een database werkt, dan is dat vaak een verrassend ding. En nou, TimescaleDB heeft daar in de vorm van hun plugin voor Postgres een ontiegelijk mooie oplossing voor. Nou, laatst dacht ik van, nou oké, ik doe even een upgrade naar TimescaleDB 2 toe met Zabbix 5. En dan liepen we al aan tegen het probleem dat versie 2 van TimescaleDB was niet gesupport door Zabbix 5. Nou, oké, even wachten. En we gaan de upgrade maar even niet uitvoeren. En we wachten op Zabbix 5. Wat was het? 5.0.10 geloof ik. Die ging ineens support geven voor TimescaleDB 2. Nee, want TimescaleDB 1 en 2 zaten flinke API-verschillen tussen. Dus nou, eindelijk. Nog snel zat hoor. Ik geloof dat in april Zabbix 5.0.10 of was het 0.9, ik weet het niet meer, tevoorschijn kwam. En die heeft dan TimescaleDB 2 support. Oké, upgrade. En vervolgens even de compressie aanzetten in Zabbix. Want ja, dat scheelt echt een fantastische hoeveelheid storage. Echt, dat is bijna niet te bevatten. Hè? Dat je bijna 90% kan comprimeren. Oftewel 100 gig eerst hou je 10 gig data aan over naar compressie. Dat is echt wel de moeite waard. En dan werd ik vervolgens om mijn oren geslagen met Pats. Nee. Je moet daarvoor de TimescaleDB license gebruiken in plaats van de Apache license die in TimescaleDB 1 zat. Weer een andere licentie. Nou ja, oké, ik ben niet zo kinderachtig. Dus alter system, set TimescaleDB license is Timescale. En vervolgens weer een andere foutmelding, want de onderliggende library. Met een TLS, TSL stuk in de naam, was niet beschikbaar. Oké. Dus betekent dat er met de packaging wat aan de hand was. Wij halen onze packages bij Postgres vandaan. En de Postgres packager die heeft alleen de timescale of de originele Apache licentie gepakt. Dus nou ja, niet kinderachtig. Dus we gaan richting de Postgres package maintainer van kunnen jullie dat aanpassen? Dat beide licenties gepackaged worden. En jongens, er ook niet flauw. Is gedaan. Is afgelopen donderdag of vrijdag is die gereleased, geloof ik. Maar ja, dan zit je toch op een andere manier weer met conflicten. Dus om dat te kunnen installeren, moet je eerst weer de oude package deinstalleren en vervolgens weer installeren. Ja, wat dan tegelijkertijd weer afvraagt van, ja, moeten we nou via Postgres moeten we de Postgres als een source gebruiken voor deze dingen of de timescale en de oorspronkelijke timescale bij repository? Nou ja, goed, we zijn maar overgegaan naar de timescale bij repository. Ja, goed, in ieder geval helder mag zijn. Er zijn een paar dingetjes waarvan je denkt, nou, licenses.
ver van mijn bed. Maar ze hebben wel direct impact op ons. Zeker als we gaan upgraden. En ja, ja. Ik heb zelf ook wat dingetjes op GitHub staan. En daar moet je dan ook een licentie bij kiezen. En in mijn geval gaat dat dan van, oké, ik kies iets. Eigenlijk geen flauw idee wat. Mijn doel is gewoon die software die ik maak, die scripts die ik maak, waarvan ik denk van die zijn leuk. Gebruik ze. En heb je verbeteringen. Ja, natuurlijk leuk als je die op een gegeven moment terug gepusht krijgt. Hartstikke leuk. Maar ja, dat is voor mij ook het enige om een licentie ergens op te zetten. Wat mij betreft is gewoon open source en ja, niet zo flauw doen. Delen die handel. Maar ja, dat ben ik. Nou ja, dan zit je dus ook met wat net ook al genoemd werd in de presentatie van Nathan. Of Nathan, ik weet je uitspraak van je naam niet goed, moet ik toegeven. En je hebt gewoon te maken met dependent projecten. Dus ja, ik zag in de Telegram groep van Zabbix al de dag dat Zabbix 5.4 gereleased werd. Ah jongens, paniek. Andere tools werken niet. Werd net nog genoemd ook. Een dashboarding tool. Ding, naam onthouden is niet meer sterkst kan, moet ik toegeven. Ja, als jij met open source werkt. Ja, dan is het natuurlijk leuk als je aanneemt dat alle afhankelijkheden ook gelijk opgelost zijn. Ja, vergeet niet, een heleboel van die dingen worden gemaakt door jongens, meisjes, dames, heren, mensen. Die het vaak gewoon naast een volledig betaalde baan doen, naast een drukke baan doen. Ja, en die hebben ook niet altijd de tijd en de gelegenheid om al hun zaakjes van tevoren te bekijken en te zien hoe zaakjes in het nieuwe geval eruit zien. En in dit geval waren er best wel behoorlijke wijzigingen, hè, met het verdwijnen van de application. En ja, ik kan me zo voorstellen dat in het dashboard de application names toch wel gebruikt worden. Dus ja. soms is gewoon een klein beetje geduld hebben bij je nieuwe implementaties best wel handig. Kijk eerst even na wat er aan de hand is. Hoe zit ik met afhankelijkheden? Is de nieuwe release van het product wat ik ga gebruiken, in ons geval zal het Zabbix zijn, Zabbix 5.4, wordt die al gesupport door alle dingen die we om Zabbix heen gehangen hebben? Als het veel gebruikte dingen zijn, dan zal dat best wel tevoorschijn komen. Maar ja, wacht even een week. Ik kom zelf uit Oracle-land. En Oracle is ook vrij bekend om het introduceren van nieuwe features. Ja, en in Oracle-land zeg ik van nou, een nieuwe feature. Maar wacht eerst eens 10 jaar. En ga dan maar eens kijken of je hem gebruiken kan. Tenzij je erg graag als een beta-tester aan de gang wil gaan. Maar dan komt het vaak wel op neer. Ja, hoe dan ook. Als je op een gegeven moment een harde eis hebt, een harde wens hebt voor een bepaalde release die net uitgekomen is. Ja. Dan ga je upgraden natuurlijk. Maar via een testsysteem is het zeker bij die major releases toch echt wel handig. Ja, breekt er wat? Don't panic. Probeer te redden waar je bent. En in het bedoelste geval als je alleen productie gedaan hebt. Ja, restore. Oh, wat dat betreft is het leven al een stuk makkelijker geworden natuurlijk. We kunnen vrij makkelijk snapshots terugzetten. Maar ja, testen. Daar gaat onze meeste tijd in zitten. Ook met deze pakketjes. Ja, en als we dan toch over third-party dingetjes hebben. Ja, denk ook eens na aan de security aspecten daarvan. Je zegt in je source code, je Python code, vrij snel import van een module. Ja. Heb ik die goed geschreven, die naam van die module, of niet? Er zijn gewoon hackers buiten actief die erop rekenen dat je gewoon een verkeerde spelling hanteert. En plotseling heb je een hele andere code in jouw project meedraaien dan waar je op gerekend had. Zijn de imports die je doet werkelijk degene die je echt wil? Trusted tools.
Oh, moet eens kijken in hoeveel bedrijven gewoon PuTTY maar ergens vandaan gedownload wordt, om daar vervolgens een secure verbinding naar Linux servers mee te maken. Nou, als ik een hacker zou zijn, ik zou per se ergens in een systeem komen, willen komen. Nou, dan zou PuTTY toch wel een van mijn dingen zijn die ik zou uitbuiten om binnen te komen. Het is zo makkelijk. En ja, security. Eigenlijk is het een illusie. In de rechter kolom heb ik zo een paar linkjes staan met een paar verhalen waarvan je denkt van nou, waar gaat dit over? De tweede gaat over het hacken van een airgap server. Een airgap server. En eigenlijk gaat het niet eens om het hacken van die server, want zegt die onderzoeker, het hacken van die machine, het erop krijgen van de software, dat is helemaal het issue niet. Dat lukt. Je laat gewoon hier en daar wat USB-drives slingeren ergens op de parking van het instituut waar je binnen wil komen. En zeker als er ook nog eens een keer een afbeelding, een logo van dat bedrijf of van die instelling opstaat, is de kans dat die ingeplucht wordt 90%. Nou, papa. Software is in het bedrijf. Oh, en dan misschien nog niet direct op de machine waar per se op gemikt wordt, hè, die airgapped, hè, officieel helemaal niet aan een netwerk zou hangen of zou moeten hangen. Maar ja, ding moet ook onderhouden worden. Hoe je het ook bent of verkeerd, er komt op een gegeven moment software op die andere dozen te staan, hè, die zo beschermd hadden moeten zijn. Een leuk voorbeeldje daarvan is die hack in Iran bij hun uraniumverrijking. Vergeet hoe die precies heten, maar goed, dat vind je in het verhaal over die aircap wel terug. De software komt binnen, maar hoe krijg je de data eruit? En daar hadden ze gewoon hele leuke methodes voor verzonnen. Tot en met het manipuleren van de snelheid van de ventilator, die vanaf een andere locatie meegelezen kan worden op de een of de andere manier. Of het variëren van stroomverbruik van machines. Nee, wat uiteindelijk terug te lezen is een beetje in de vorm van een Morse-signaal op een grote afstand. Dat is gewoon heel erg leuke dingen. Dus ja, kijk, we kunnen willen wat we willen. We kunnen beveiligen wat we willen. Maar tot nog toe is qua beveiliging het grootste probleem, ja, het stukje wat tussen de stoel en het toetsenbord zit. En ja, in onze open source wereld, waar we vrij makkelijk zeggen, oh, yum, install. Import. Kijk uit. In het rechter kolommetje staan een paar linkjes. Ik ga ervan uit dat de presentatie gedeeld gaat worden. Ja, lees voor de gein eens na. Ik vind het hele leuke verhaaltjes. Onder andere ook Stack Overflow, Security Breach die in 2019 plaatsvond. Waar begin dit jaar een complete analyse van getoond is. Als je toevallig bezig bent met bescherming van je systemen, lees het voor de gijs. Het is een heel leuk verhaal. En ja, die ook een beetje een idee geven over hoe een hacker werkt, hoe een hacker denkt. En ook vooral hoeveel tijd een hacker heeft. Ja, wat mij betreft ben ik aan het einde van mijn verhaal. Ik had ook maar een kwartiertje, dacht ik. Ik ben alweer over die tijd. Dus als iemand hier vragen over heeft, ik zou zeggen, welkom. En ja, wat mij betreft gaat het woord dan naar Nathan. Yes, dankjewel Ronald. Ik zie één hand omhoog van Danny. Danny, had jij een vraag of iets dergelijks? Ik heb je toegang gegeven om te spreken als je wilt. Ah, maar de data types die zijn ook wel te achterhalen in JSON, zie ik. Of in Prometheus. Verkeerde knop, geen probleem, Danny. Ja, oké. Dankjewel, Ronald, voor je presentatie.